zelf even. Voorspring voor Pim, zijn opening snelste tot nu toe 23:46 en voor Chris 24:43. Na de start baan nummer 3, gereed houden, baan nummer 4. Chris, kom op! Nog 700 meter voor Pim, 49:40, nog steeds de snelste tot nu toe. Chris, 51:04. De ronde van Pim ging in 25:09. De doorkomst van Thijs in 1:19:09. Wat doet Pim in 1:17:0? En voor Chris 1:19:02. Beide heren rijden onder dat schema van Thijs Rozen. Van Chris, kom op! Goeie tijd, goeie tijd. Losker! Losker is een vorm hoor. De opening is er voor Marcel in 23:77, voor Lennart 23:82. Naar de start, paard nummer 6, geen houden, paard nummer 7. Op 700 meter voorsprong voor Marcel 49:80, ronde 26:00. Lennart 50, 16:26:03. Naar de persoonlijke voorsprong deze mannen. Marcel heeft staat in 44:49. De 1100 meter voor Marcel gaat in 1:17:05 zitten op zijn persoonlijke record. Ook Lennart rijdt op zijn persoonlijke record met een tussentijd van 1:18:12. Voor Marcel, hij rijdt een fractie. Zij aan zijn voor de eerste opening en die is er voor Patrick in 23:84, voor Joep 23:87. Naar de start, paard nummer 7, breed houden, paard nummer 8. Patrick in 50:07, Joep in 50:63. Kijken naar het persoonlijke record. Voor Patrick is dat 1:45:69 en voor Joep 1:47:78. De 100 meter voor Patrick. Zo. 16:94, snelste doorkomst tot nu toe. Dat is zeker goed. Voor Joep in 1926. Wow.
opening voor Douwin 24-69 en voor Simon 25-02. Naar de start, paard nummer 8, gereden al in paard nummer 9. Ja, zometeen huis, hè? Simon nu 52-33. We kijken naar de show nummer door. Van Douwin 1:45-57. Voor Simon 1:48-63. Dus wij gaan de show nummer door. De 1100 meter voor Douwin 1:18-58 en voor Simon 1:20-38. De opening is voor Jan in 23-95 en voor Sven 24-16. Naar de start, paard nummer 10. Blokhuis toe rijden. Oh,
Blokhuis onderdoor. Nee, ik mocht je mee. De 1100 meter voorsprong gaat in 1.17.34 en voor Jan 1.17.52. Ja, dat is goed, dat is goed. Nu al voorbij. Nou, afvragen die anderen, kom op. Ah, in de finesse door zijn kamer en 44 met haar vlakbaan. Naar de laatste Ja, dan hebben we de uitslag op de derde plaats.